Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Regenfiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look. Dit is het Excelsior 31 TV Weekjournaal met aandacht voor de overhandiging van de cheque aan Mark Lohuis, de vraag van de week, archiefbeelden van Berkum tegen Excelsior 31 en een vooruitblik op de editie van aanstaande zaterdag. En het is de week dat clubicoon Emmanuel Issa zijn contract bij Excelsior 31 met één seizoen heeft verlengd. Het wordt zijn 16e seizoen in het eerste elftal. Ja, heel mooi en goede gesprekken gehad. Dus de eerste keer met de trainer en de assistent erbij. Dus bepaalde dingen uitgesproken. En daarna heb ik nog gesprek gehad. En uiteindelijk ga ik nog een jaartje door hier. Hoe lang heb jij daar eigenlijk over na moeten denken en welke keuzes heb je misschien wel moeten afwegen? Nou ja, kijk, op zo'n leeftijd waar ik heb, ik ben 33, dan ga je natuurlijk wel kijken hoe fit je elk jaar bent. Dus dat is wel een bepaalde afweging wat je moet nemen, hè? En het plezier wat je nog erin hebt. Dus ja, het eerste gedeelte fitheid, ja, ik voel me nog erg fit, dus daar verbaas ik me ook over. Als je me daar 5 jaar geleden had gevraagd op je 33ste, hè, nog zo fit zijn, ja, dat had ik ook niet durven te dromen. Dus daar ben ik gelukkig blij mee. Weinig blessures gekend, zware blessures gekend. En plezier, ja, dat heb ik echt al jaren hier. En we hebben elk jaar echt een heel leuke spelersgroep. Dus dat was het ook niet. Dus vandaar dat ik ook een jaartje doorga. Mark Lohuis schaatste donderdag op de Wijzenzee. Hij zamelt daarmee geld in voor onderzoek naar thaislijmziekte. Ook Excelsior 31 hield een inzamelingsactie. En afgelopen zaterdag werd de cheque overhandigd. Voor aanvang van deze wedstrijd willen we graag een cheque overhandigen. En dat willen we doen aan Mark Lohuis. Mark Lohuis is leider van Excelsior 6. We hebben daar bij de vrijwilligersmiddag ook stil bij gestaan. Mark leidt zelf aan de ziekte thaislijmziekte, maar daar weerhoudt hem er niet van om op een hele positieve manier in het leven te staan. En ook aankomende vrijdag gaat hij samen met twee kameraden deelnemen aan een initiatief op de Wijzenzee in Oostenrijk om geld op te halen voor onderzoek naar deze ziekte. Dus aankomende vrijdag is dat en het initiatief heet Skate for Air. Dat heeft Wim Brugging, onze coördinator van de lage senioren, doen besluiten om dit initiatief te omarmen. En om heel veel teams en andere mensen binnen Excelsior te vragen om geld te doneren. En dat heeft hij gedaan. En voor de aanvang van deze wedstrijd willen we graag die cheque aan jou overhandigen, Mark. En ik wil eigenlijk aan Wim vragen om dat te doen, omdat hij wel de grote initiator is van deze actie. Gezamenlijk hebben we een bedrag van €2750 opgehaald. En ik denk dat dat heel goed besteed is. En we wensen jou en jouw twee kameraden heel veel succes aankomende vrijdag. En uiteraard voor de volgende. Dan gaan we nu verder met de vraag van de week, die zoals altijd wordt gesteld door ons team van de week. Wij zijn JO 116 en wij hebben een vraag voor Emmanuel Issa. Hoeveel doelpunten heeft Emmanuel Issa gescoord in alle tijden? Hey boys, team van de week. De vraag van jullie, vraag van de week van hoeveel doelpunten ik heb gemaakt in het eerste. Dat is niet zo heel moeilijk. Ik denk gemiddeld 2-3 per seizoen. Dus ik denk rond de 50 doelpunten. Dus daar is het eigenlijk. Het eerste elftal gaat zaterdag op bezoek bij Berkum. De vorige twee edities verliepen daar als volgt. Nu is Excelsior ook in de eerste helft beter. Actie aan de linkerkant. Met Brugge, de voorzet en Jolf Stel. En daar is het gelijk raak. Uitstekende aanval van de ploeg uit Reizen. Hoekschop weer vanaf de linkerkant en dus gevaar bij Jolf Stel. Stel bij de eerste paal en doorgekopt. En wat doet Marcel Vos daar? De keeper van Berkum. Hij tast volledig mis.
Stel beroert de bal nog maar net met het hoofd. Handige bal en gelijk is het raak in 0 tegen 2 op het scorebord. Aan de rechterkant van het veld. Doortikken, er is ruimte daar, maar Van der Meulen doet het zelf goed. Chris van der Meulen, prima bal en Van der Weijden loopt er met de voet tegenaan. En dat is heerlijk binnenkomen voor Randy van der Weijden aan het begin van die tweede helft. Goeie goal, goed ook doorgegaan door Chris van der Meulen. Nummer 11 van Berkema, uitstekende speler. Excelsior. Krijgt ook ruimte, hier dan met Nick Hoekstra. Nou, verzilveren maar. Wat een kans. Nick Hoekstra, die bal moet er natuurlijk in. Goeie redding daar van de keeper van Berkem, van Marcel Vos. Berkem dan met de actie in de 16. Van der Weijden, goed gedraaid en de 2 tegen 2. En zo keert Berkem de wedstrijd in 10 minuten na rust. Nick Hoekstra, hij vergeet te scoren en Davel, daarop is het gelijk raak. Goed gedraaid door Van der Weijden en prima afgemaakt. En het foutje dan. En dan is het Leverink met de kans. Zijn tiende. Die bal gaat dan tegen de paal. Leverink baalt eerst. Maar uiteindelijk is het Benjamin Öztürk die zijn derde van het seizoen maakt. En 1-2'tje. Krijgt de bal dan terug. Het voorzetje. En dan is het Chris van der Meulen. Hier dan eindelijk Excelsior weer. De blok wordt dan gezet door Meijnier. Op het schot van Nicky Leverink. Het eerste elftal won afgelopen zaterdag met 1-0 van Urk. Een hoekschop van Mirko Zwiers werd door Tom Brummelhuis prima ingekopt. We hebben niet zo heel vaak dat de corners ingaan. Dus volgens mij afgelopen seizoen zijn er een paar corners ingekopt dan. En nou ja, dit keer valt hij gelukkig wel goed. En helemaal mooi dat hij bij Tom op zijn hoofd valt. Zo leuk dat hij van achteruit meegaat. En dat hij nu na zo'n week dat hij ook nog weet te scoren. Dat is super mooi voor hem, ja. Ja, absoluut. Hoe terecht was die overwinning op Urk? Ja, weet je, voetballen werd ons gewoon lastig gemaakt. Ze probeerden veel fysiek in te brengen, veel duels aan te gaan. Deden ze op zich wel redelijk. Ik denk dat we de eerste helft twee, drie redelijke mogelijkheden hebben gehad. Eigenlijk hadden we daar eentje van moeten scoren. Dan maak je het denk ik voor jezelf een stuk makkelijker. Maar ik zeg, als het dan 0-0 blijft, dan moet je geduld blijven houden. En ik moet eerlijk zeggen, deze keer deden we het achterin gewoon heel goed. Dat was de afgelopen keer, dan gaven we net iets te veel weg. En dat was afgelopen zaterdag echt perfect voor elkaar. Dus dan weet je uiteindelijk, als je dan die 1-0 maakt, dat je uiteindelijk nog redelijk makkelijk op de been blijft en uiteindelijk die 3 punten had. Ja, je zegt zelf al, achterin gaven jullie eigenlijk niks weg afgelopen zaterdag. Was dat misschien wel het grootste winstpunt van de wedstrijd? Ja, denk ik wel. Enerzijds is het, het geduld hadden we in dit geval tegen Putten en zo ook wel in balbezit. Maar ik denk als je kijkt naar de kansen die je weggeeft, is dat eigenlijk minimaal of eigenlijk niks. Dus ik denk wel qua organisatie dat we wat beter stonden en dat we eigenlijk de eerste duels eigenlijk bijna allemaal wonnen. En daardoor kwam Urk ook eigenlijk aanvallend niet echt aan kansen toe, denk ik. Ja, en nou voor jou persoonlijk was het eigenlijk ook wel een mooi moment afgelopen week. Je hebt je contract verlengd bij Excelsior 31. Hoe moeilijk was het om die keuze te maken? Ja, het was vrij lastig. Ik had in dit geval een mooie andere club waar ik naartoe kon. En ik zeg maar, die heeft me echt wel aan het twijfelen gebracht. Sportief gezien wil je als voetballer uiteindelijk het hoogste nastreven. En als het hele plaatje compleet is, dan maakt het je wel heel lastig. En ik moet eerlijk zeggen, heb ik ook wel goed over na moeten denken. Maar uiteindelijk alles een beetje op een rijtje gezet en uiteindelijk toch voor Excelsior gekozen. Omdat het gevoel goed is, in ieder geval bij de club. Jongens in de selectie bijna allemaal verlengd, in ieder geval de kern, de meeste jongens. Dus richting volgend jaar denk ik dat er wel meer in zit. En hopelijk met de na-competitie dat je zelf richting de derde divisie kan gaan. En dan is sportief gezien mooi in de buurt spelen is ook wat waard. Dus op zich wel redelijk tevreden met het verlengen en in ieder geval volgend jaar nog een jaartje hier. En wat hoop je dan eigenlijk te bereiken hier bij Excelsior 31? Goeie vraag. Ja, ik zeg al eerst, ten eerste niet dit seizoen goed spelen. Dus niet alleen overwinningen en zoveel mogelijk punten halen. Maar ik denk met een periodetitel op zak zit je al redelijk veilig, denk ik, richting na-competitie.
Met deze selectie, met een redelijk smalle selectie, is het lastig om denk ik lang mee te doen voor de titel. Dus dat hangt ook een beetje vanaf of jongens fit blijven. Ik denk, als de meeste jongens fit blijven en de jongens die nu wat geblesseerd zijn, als die lange tijd erbij blijven, denk ik dat je op zich nog wel een goede kans maakt. Maar ik zeg, dat is lastig om dat nu al te bepalen. Maar ik zeg, denk dat we in ieder geval moeten richten op de competitie nu en zo lang mogelijk meedoen voor de titel. En als dat uiteindelijk dan niet blijkt te lukken, dan heb je altijd nog een tweede manier, dat is via de nacompetitie. En dat zou wel heel mooi zijn met deze selectie en met deze club uiteindelijk richting de derde divisie te gaan. Maar ik zeg, dat duurt nog een maandje of 3-4, dus dat is voor nu is dat nog niet het belangrijkste. Nee, stap voor stap naar elke wedstrijd toeleven, denk ik dan maar. En als we dan kijken naar de eerstvolgende wedstrijd, dan is dat de uitwedstrijd tegen Berkum. Wat weet je nog van de thuiswedstrijd tegen hun? Volgens mij was het de wedstrijd om de koppositie, als ik mij goed weet te herinneren. Ik zei, Berkum is, ik ken het van voorgaande jaren vanuit SVZW dan. Toen speelde ik ook altijd tegen Berkum, vorig jaar dan Berkum kampioen geworden. Dus ik wist gewoon dat het een stabiele ploeg was met gewoon wat kwaliteiten, met name voorin, met individuele kwaliteiten. Nou, ik denk dat we die wedstrijd uiteindelijk misschien wel een beetje tegen de verwachtingen in relatief makkelijk hebben gewonnen. En ja, dat deed ons in die fase ook wel goed en heeft ons een goede, in ieder geval wat gebracht richting de eerste periode. Maar ik denk dat je nu, dat het nu een nieuwe wedstrijd is. En ik zeg, Berkum is op zich goed. Vorige week ook netjes gedaan tegen CSV. Dus ik denk dat het gewoon een lastige situatie wordt. Een lastige ploeg. En ik denk als wij op redelijk volle sterkte zijn, dat we in ieder geval Berkum goed partij kunnen bieden. En dan dat we in ieder geval voor de overwinning moeten gaan. Maar dat wordt gewoon lastig, denk ik. Ja, hoe kunnen jullie Berkum zaterdag pijn gaan doen? Nou, dat is een goeie. Ik zeg, als je in dit geval op tijd weet te scoren, zoals in dit geval tegen Urk eigenlijk niet lukt, ik zeg, dan maak je het voor jezelf al een stuk makkelijker. Ik denk dat we in ieder geval geduldig moeten zijn en ik zeg dat we zo lang mogelijk in de wedstrijd moeten blijven. En mochten dan die eerste goals in de eerste helft niet vallen, dat we dan in ieder geval achterin de nul moeten houden en dan hopen dat we een keer in de uitbraak of dat we de tweede helft een goaltje afdwingen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En als ik kijk naar afgelopen zaterdag, dan is de organisatie, denk ik, is wel cruciaal voor zo'n wedstrijd tegen Berkum. Ja, je zei net al heel mooi, de thuiswedstrijd hier deden jullie eigenlijk een beetje mee bovenin, Berkum ook. En nu hebben jullie eigenlijk allebei een beetje een dip. Hoe zou dat komen? Ja, is lastig, denk ik. Je hebt een relatief smalle selectie. Volgens mij heeft Berkum ook met wat blessures te doen gehad. Ik zeg, dat maakt het gewoon wat lastiger. En ik zeg al, in deze competitie zijn er gewoon best veel teams die niet voor elkaar onderdoen. En dan merk je dat je zelfs uit bij Putten en zo, win je in de eerste thuiswedstrijd, dat win je daar relatief makkelijk van. Maar als je daar niet weet te scoren, dan, ik zeg, dan wordt het ook gewoon lastig. En ik zeg, als je dan die 1-0 tegen krijgt, tegen dat soort ploegen, ja, dan wordt het gewoon lastig. En dan is, een nederlaag helemaal niet heel gek. Dat je een keer overkomt. Nou ja, voor ons was het dan in dit geval twee keer voor de winterstop. En in dit geval één keer na de winterstop. Ja, dat kan op zich gebeuren. Maar ik zeg, 3 wedstrijden verliezen is dan ook wel echt de max. Ik zeg, daar moet het dan ook wel bij blijven. Dus het is in dat opzicht heel goed dat we afgelopen zaterdag weer 3 punten hebben gepakt. Dat is denk ik voor ons, voor de selectie en voor het vertrouwen wel goed richting zaterdag. Ja, dus je zegt al, jullie hebben dus wel weer veel zelfvertrouwen. Berkum won afgelopen zaterdag ook van Apeldoorn. Gaan we dat zaterdag ook in het veld zien? 2 teams met heel veel zelfvertrouwen? Boah, dat vind ik lastig. Vorige keer dat we tegen elkaar speelden, ging het in dit geval om de koppositie. Dus toen speelde er in dit geval nog wat meer mee en stond er nog iets meer op het spel, denk ik. Nu zit je in dit geval achter Geenemuiden en moet je proberen de druk op te houden. En ik zeg al, als je weet te winnen zo'n wedstrijd, of Berkum of wij, dan doe je denk ik nog redelijk goed mee. En als je die wedstrijd weggeeft, of uiteindelijk op gelijkspel of een nederlaag, uiteindelijk als het daarop uitkomt, ja, dan maak je het voor de titelrace, maak je het gewoon wat lastiger, denk ik. Dan moet je pas op de plaats maken. Dus in dat opzicht denk ik wel dat het een cruciale wedstrijd is voor beide ploegen. Wil je in ieder geval blijven in de buurt blijven bij Geenemuiden. Een samenvatting van Berkum tegen Excelsior 31 is in de loop van het weekend weer bij ons te zien. Dit weekjournaal zit erop. Ga voor meer video's naar onze website en social media. Heel graag tot zaterdag. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Regge Fiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look.